Het weer is wel eens beter geweest volgens mij. Ja, het is best slecht weer. Het waait hard, het regent. En nu moet ook alles helemaal bedekken met het zeil. Is de lol er nog een beetje in eigenlijk? Of? Nou, vanmiddag wordt het beter weer, dus ik denk het wel. Zit er ook iemand in die pakken dekens naast je? Ja, ja. Is het zo beroerd? Ja, ik weet niet waarom het zo goed is. Ja. Een beetje koud aan het worden? Of? Ja. Dit is jouw hond? Ja. Wat is de bedoeling met de hond? Nou, dat hij geknuffeld wordt en dat we 20 cent krijgen. Is je gek op aaien, de hond? Ja. Ja, ja. Want hij kan natuurlijk moeilijk zeggen of je het goed vindt vandaag, maar... Nou, dan... Hij liep al rond te rennen in de regen vanochtend, dus hij vond het helemaal mooi. Hij heeft er helemaal zin in gewoon? Ja. Goed. Is geen overbodig luxe zo'n paraplu, hè? Nee. Hoe laat zat je hier? Zes uur, half zes. Ja. Is het nog een beetje te doen? Ja, maar ik heb zo het gevoel, er komt niemand meer. Dus ik denk van, ik kan ook wel naar huis gaan. Ja, laat je de moed nou al zakken? Ja. Wat heb je meegenomen allemaal? Ja, dan 180 eieren. 180 eieren? Ja. Ze kunnen hier voor 1 euro op me gooien. Het wordt vanmiddag misschien wel beter weer, dus je moet even volhouden, denk ik. Ja, dat ga ik ook wel doen. Ik hoop dat het toch nog een mooie dag wordt. Ja. Dankjewel. Jullie hebben het wel luxe, hè? Nou, zeker weten, ja. Het is een heerlijke temperatuur en we mogen blij zijn dat we inderdaad binnen staan. Je hebt zelfs de korte broek aan, want dat kan hier. Ja, binnen kan het inderdaad. We hadden op betere weersverwachtingen gehoopt, maar nogmaals, we zijn blij dat we het binnen goed te vertoeven hebben. Hallo, goedemorgen. Dit stekje moet het gaan worden. Ja, ik hoop dat het hier gaat lukken vandaag. Heb je een beetje gekeken wat een beetje tactisch is? Nee, niet echt. We gaan het neerzetten en we zien het wel. Het is wel lekker dat het binnen is, hè? Gelukkig wel, want het is niks aan buiten. Hoi, krijg je het allemaal mee? Ja, lukt wel hoor, dankjewel. U lijkt zelf de koningin wel. Dank u wel. Maar helaas voor de regen, anders had ik een nog mooier hond opgezet. Traditie wordt het altijd al gedaan, 's morgens met eerst mijn koninginnedag, nu mijn koningsdag, dus muziek van de toren. Ja, en daar blaast iedereen mee wakker in Den Burg? Ja. Beetje regenachtig, is dat slecht voor instrumenten of gaat het wel? Dat gaat lukken, ja? Dat is geen probleem. Maar jullie, ik heb gehoord, jullie moeten op tijd naar boven. Ja, want aan de 8 uur moeten we spelen, hè? Ja, en dan moeten jullie boven nog even uitpuffen. Ja, ook. Nou, dat gaat niet, hè. Een paar meter hoog is het, hè? Ja, hoe hoog is hier die kerk? 35 meter, hè? Ja, hoe lang doet u het al? Oh ja, 50 niet. 50? Ja, echt waar? Ja, minstens. Oh. Dus ik ging als jongetje al naar boven? Ja, als een klein ventje, jaar of 10, 12, ja. Nu speelt u eigenlijk voor Willem-Alexander, maar voor wie bent u begonnen? Voor mezelf. Nee, voor de koning, koningin? Beatrix, denk ik. Beatrix, ja? Ja, Beatrix. Oh ja, want u 50 geleden, voor wie bent u? Juliana. Juliana? Ja. Bent u wel eens geëmotioneerd als u daar het speelt? Ja, Wilhelmus altijd. Ja? En kun je dan goed spelen als je geëmotioneerd bent? Jawel. Heeft u goed geslapen? 5 uurtjes. Of toch zenuwen? Nee, zeker niet. Nee, te laat naar bed gegaan. Oh. Ja, even uitpuffen. Ja, het is niet zomaar wat, hè? Nou, met die jaren zwaarder om boven te komen. Ja. Ja, dat is wel voor mij. Kijk, de knieën doen het niet zo goed meer. Dus ze doen al. Ja. Heel mooi. Ja? Bent u speciaal hiervoor? En dat, Speciaal ben ik uit bed gegaan. 6 uur of half 6. Dus je was het klaar? Om hier om 8 uur te wezen. Nou, en ze hebben het goed gedaan? Ja, geweldig.